Servé, Nusa, kan die eens uithalen. Nusa wacht nog steeds en dan een metertje naast de goal van Jonas Nikic. Servé, weer met het hoofd en daar is Nusa opnieuw. Club met het overwicht. Nusa, en dit keer een hoekschop. Nusa verontschuldigt zich bij Mathis Servé dat hij zelf ging. Nou weet ik niet of het echt een verontschuldiging was. Servé haalde daar verhaal makkelijk voorbij Matsen. En dan de korte hoek. Veel volk van de jeugd in de eerste ploeg hebben we. Kijken naar Engels. Goeie paal voor Servé. Vlag blijft beneden. Dit moet 1-0 zijn. Nee, de redding van Nikic. Hier gaan we goed zien wat de keeper precies doet. Ruimte zo klein mogelijk houden. En pakt hem dan met de borst. Tweede zone, de goal. Het is weer Ibehout de Kiet. Vlag blijft beneden. Moet er zien wel een. Aan de tweede paal. En belangrijk op het half uur. Zijn tweede van de Youth League. Ibehout de Kiet. En hadden we het al gezegd dat ze gevaarlijk zijn op hoekschoppen. Nou, de bal ging denk ik bijna rechtstreeks binnen. Het is een zo goed als Olympische corner. Nog 9 minuten in de reguliere speeltijd van de eerste helft. Nusa is wat los. Servé centraal. Moet weer naar zijn rechter. Engels aan de andere kant. En nu ook de Roeve. Nusa nog steeds. Vindt Servé. Dit is goed uitgespeeld. En hij trapt hem naast. Knappe aanval van Club Next. En goed werk van Antonio Nusa. Absoluut. En Servé met zijn tweede reuzenkans. Nu gaan we zien of het... zeker geen sprake van buitenspel. En dan is Nikic er ook niet aan geweest. Wegdraaiende bal. Alle hens aan dek bij Club Next nu. Weer richting Vinnig. Die kopte met het pak. Bal blijft hangen. En dan het schot. En de goal, jawel. Waarvoor gevreesd werd, komt ook uit. Doelpunt van Robin Friedrich. 1-1. Koude douche. Vlak voor rust. Vinnig. Hetzelfde recept als daarnet. En dan is het de outdoor die de bal niet voldoende weghaalt. Vroman zit er nog bijna bij. Prima redding hoor van Kiani Vroman. Hier kan outdoor niet voldoende ontzetten. De Roeve er ook niet bij. Friedrich reageert goed. En legt hem mooi binnen. Hij al auteur van 1 assist deze middag. En dus weer kijken naar nummer 3 van Ibehout de Kiet. Engels in één keer rechtstreeks binnen. Doelpunt en assist van Arne Engels. En of ze gevaarlijk zijn op stilstaande fases, ik herhaal mezelf. Hij opnieuw geklopt. En Club zet het meteen recht nog voor rust. Dan zullen de voorsprong toch moeten verdubbelen om comfortabel te zijn. Nusa. Voorbij Matsen. Terugkeer van Kleefisch nog. En dan gaat hij stevast naar zijn rechter. Houd door. Dat valt mee. Lint houdt door. Balletje te ver van de voet. De Roeve nog steeds. Sandra kan er niet goed bij. Uitkijken voor de counter nu. Snel er weer op met Arne Engels. Sandra. Blomme. Engels. Trappen. In plaats van voorbrengen, redding van Nikic. En meteen Sabbe die oppikt. Derde schietkans voor Sabbe. Dit keer blijft hij laag en gaat hij net naast. Houd door. Servé. Nog eens houd door. Lint houd door. Op zijn al in. En dan trapt hij hem net naast. Op zijn eentje wou ik zeggen. Is met heel veel vertrouwen aan die tweede helft bezig. Lint houd door. Ondertussen blijft het wel 2-1. Daar is Servé. Zoekend naar zijn linker. Trappen. Net naast. Derde keer Club. Op wat zal het zijn? 5 minuten tijd. Maar het doelpunt volgt niet. En dat weet deze Rick de Mil ook. Uitkijken voor balverlies nu. Sabbe. En nu heel veel volk aan de tweede paal. Houd door. Daar is de chip. En dit moet hem dan zijn. Jawel. Sisse Sandra. Geen buitenspel.
fantastisch uitgespeelde hoekschop opnieuw. Over verschillende stations. En dan pikt Oudoor de Sisse Sandra uit. En die knikt zijn vijfde van de Youth League binnen. Op het uur de geruststellende derde goal. Goeie bal en dan toch de 4-1. Oudoor beloont zijn sterke prestatie met een extra doelpuntje. Het is zijn derde van het toernooi. En dan staan de verdiende 4-1 cijfers toch op het bord. Opnieuw via een hoekschop en opnieuw een assist van uitblinker Arne Engels.